Nou, welkom bij de nieuwe test van lampen voor op de mountainbike. Ik heb hier drie verschillende soorten, drie verschillende typen die je kunt kiezen. Van heel simpel en goedkoop, die je wellicht wel kent. Gewoon overal voor een paar euro mee te nemen. Volgens mij zie je, als je een beetje zoekt, onder een tientje, net een euro of acht of zo. Echt een goed lampje, met een los houdertje. Super felle led. Het is nu gewoon daglicht, dus je ziet dat hij al redelijk wat licht heeft. Of nog extremer, zoals zo'n lamp, Sigma. Ziet er mooi uit, maar heel vaak hebben die een hele grote accu. En dit is echt een heel zwaar pakket, wat je dan natuurlijk ook ergens op je fiets moet monteren. Het kan op zich wel, maar is echt redelijk zwaar. En tegenwoordig zijn ze wel iets kleiner en lichter. Maar je hebt altijd een zwaar accupak mee te nemen. Soms kan het ook bijvoorbeeld in de bidonhouder. Mijn keuze als beste lamp is gewoon zo'n simpel lampje. Die klik je er gewoon op. Die kun je ook makkelijk afhalen als je hem zeg maar niet nodig hebt. En ook dit houdertje kun je gewoon makkelijker opschroeven. Ik zal hem even aanlichten. Kijken of je dat kunt zien. Dus die schroef je er gewoon zo op. Dan heb je altijd een goed lampje bij de hand. En kun je bijvoorbeeld ook in je jasje bewaren het lampje. En als die nodig is, s'avonds, dat je hem dan pas opdoet, dan doe je hem er gewoon in. En dan klik je hem gewoon zo goed vast. En dan zit hij dus gewoon stevig erin. Makkelijk lampje. Knipperend, dus vind ik op zich altijd wel een veilige stand. En dan ben je met een euro of 20 à 30. Heb je echt wel een heel mooi lampje met felle ledlichtjes. En in mijn ogen de beste lamp gewoon voor de mountainbike. Dit is natuurlijk wel super als je echt een keer een nachtrit wil maken door de bossen bijvoorbeeld. En dan ga je fiets echt prepareren. Dan heb je echt over een lamp van 100 euro of nog meer. Dus gaat wat ver. Ik vind dit gewoon de meest praktische oplossing voor de meeste mountainbikers. Moet ik zelfs al met elkaar vergelijken. Ik zal ook een tabel maken erbij. Met de verschillende soorten, met verschillende keuzes. Zet je gewoon allemaal bij elkaar zit met de voor- en nadelen en prijzen bij elkaar in het bericht. En mocht je dit op YouTube zien, dan zal ik de video erbij zetten. Of sorry, de link naar het bericht.